Ik ben Mans, melkveehouder op de Witternaster. Trotse melkveehouder. Nou, welkom bij melkveebedrijf de Witternaster. We zijn eigenlijk pas sinds 1 januari aan de gang. Tot 1 januari hadden we een jongveeopfokbedrijf met ongeveer 50 stuks jongvee. En sinds 1 januari zijn we weer gaan melken. April 2004 is opa gestopt met melken en 1 januari 2022 zeg maar, ben ik dan weer begonnen met melken. Dan heb ik de eerste melk weer geleverd aan Friesland Campina. April 2004 opa zeg maar gemolken en fokvarkenschaap. En daarna zijn we begonnen met kalfjes kopen en zo had die kalfjes drachtig waren, deze effect. Dus eigenlijk zo'n cyclus dan voor andere boeren die opvangen. En sinds 2 jaar terug zijn we gestopt met verkopen een beetje van dat vee. Daar hebben we een beetje aangehouden. En daar hebben we nu de veestapel even op gebouwd. En dan zijn we weer begonnen met melk. Ja, het toekomstbeeld is dus stapsgewijs uitgroeien naar ongeveer 30 koeien. Dan moeten allemaal, ik wil hier graag een stal voor roodbonte koeien hebben. Zoals je kunt zien is het nog niet helemaal gelukt. Opa is vroeger zwatten en er zit nog een beetje zwartbont bloed in. Maar in de toekomst is het gewoon, was mijn bedoeling om allemaal rode koeien te melken. En dat is op een duurzaam mogelijke manier. Met zo min mogelijk input, zoveel mogelijk output. Output zeg maar. En dat wil wel aardig lukken. Op het moment melk wel 29 liter per koe. Met duurzame bedrijfsvoering. Ja, ik ben bij het bedrijf vooral een beetje hobbymatig aan de slag. Ik heb wel op een agrarische school gezeten, waarin ik veel met dieren gedaan heb. En dieren zijn echt wel een passie voor mij. Maar ik heb dit vooral als hobby gehouden en ik vind het ook heel leuk om met mensen in contact te staan, met dieren in contact te staan. En op deze manier kan ik allebei doen. Ik ben zo best wel druk bezig met de koeien, maar ook vooral met de mensen die bij ons in de winkel langskomen om van de melk te genieten. Dus op die manier kan ik het prima combineren en mijn hobby blijven doen. Ik ben Silke Snijders, medewerkster bij de Witternaster. Ja, opa werd ouder en zo ben ik eigenlijk meer aan de gang gekomen. Ja, langzaam een beetje een stokje van opa overgenomen. En is deze verandering ook gekomen? Zo, anders was dit nooit zo gelopen als nodig. En de melkput is zo mooi van de dag gekomen. De werd er weer helemaal uitgegraven, de puin eruit gehaald. En het was nog net zo mooi blits als het voor een diep was. Meen je dat? Ja. Ja? Het is helemaal ergens gedaan, hè? Uitgegraven, ja. Dit kwam de put nog helemaal net zoals als de feun die de minkje stappen. Was geen tegeltje kapot in de melkstel. Oh. Opa is gestopt en hebben ze het volgestort en dan hebben we het weer opengemaakt. Ik denk een jaar 15 later hebben we het gewoon weer losgehaakt. Net zoals het was. Dan ben je er ook wel voor in de wieg gelegd, of niet? Ik denk het wel, ja. Hè? Ja. Ik ben eigenlijk begonnen met melken van 3 koeien op het jongveebedrijf en dan deden we de melk aan huis allemaal afzetten. Maar ja, dat viel na een halve zomer toch wel aardig tegen, want je kunt gewoon het aanbod en de afzet, dat kun je gewoon niet regelen. Dus ben ik voor de zomer contact op gaan zoeken met Campina, omdat opa altijd een lid was, maar al 17 jaar eigenlijk een stil lid was, niet geleverd had, wat er dan mogelijk was. En daar kwam uit dat ik in de bloedlijn zat en daar heeft het hoofdbestuur van Campina even naar gekeken. Ja, het bestuur had eigenlijk besloten haar discretionaire bevoegdheid toegepast en daarmee hebben ze eigenlijk buiten de regels van de coöperatie om, hebben ze mij dan weer opnieuw lid gemaakt. Discretionaire bevoegdheid, dat was het. Ik denk dat de tijd was naar buiten gaan. De winter heeft lang geduurd, hier in ieder geval. Merk je het echt aan de koeien ook? Ja, nee, vooral elke keer als de deur los gaat staan, zouden we gaan melken, dan kun je de koeien wel merken. Dat krijg ik er zin in. Ja. Ja, wat een mooie zin, hè? Ja, dat
Ben je trots, Mans? Heel trots. Ja? We zien wat mooi gezegd en een hoop mensen zijn gekomen. En hoe hebben de koeien het gedaan? Ja, ze deden eigenlijk niet zo heel mooi. Nee? Ze sprongen niet. Andere jaren springen ze altijd zo mooi, maar nou, ja, ze liepen gewoon rustig buiten toe. Heel jammer op zich. Maar ja, mooi zo. Mooi gezicht, koeien zijn weer buiten, boer is blij. En een hele hoop mensen gekomen. Maar ik heb er al 285 geteld net dus. Zo. Nou, mooie kant niet. En nou allemaal even wat lekkers proeven. Zo is dat. Hè? Mooi appel te maken. Geweldig, maar mooi.